Spreiding is heel erg belangrijk als je gaat beleggen. Dat is een van de redenen waarom een ETF vaak een goede keuze is voor beginnende beleggers. Een voorbeeld daarvan is de ETF die ik vaak bespreek, die ik ook zelf in bezit heb. VWRL, het Vanguard All World Fonds, wat meer dan 3000 aandelen eigenlijk in die ene ETF heeft zitten. Maar is het ook mogelijk om te veel spreiding te hebben? Nou, dat is een onderwerp dat ik in deze video wil gaan bespreken. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van passiefinkomen.nl. Mijn naam is Ruud en laten we deze video beginnen met het onderwerp spreiding. Want meestal is het heel erg belangrijk dat als je iets wilt bereiken, dat je juist gefocust bent. Dat je eigenlijk al je energie, al je aandacht op één iets richt. En om dat tot een succes te maken. Laten we als voorbeeld nemen dat iemand 3 tennisballen jouw kant op gooit. Nou, als je focust op 1 van die tennisballen, dan is de kans dat je die ene vangt heel erg groot. Terwijl je eigenlijk als je de focus legt op alle 3 en je probeert alle 3 te vangen, dat het dan waarschijnlijk is dat je niet eens eentje zult vangen. Dat eigenlijk alle tennisballen zeg maar op de grond vallen. En wat ik daar eigenlijk mee wil zeggen is dat wanneer je verschillende doelen hebt, dat je eigenlijk je focus legt op 1 doel om daar al je aandacht op te vestigen, dan is de kans dat je dat bereikt heel erg groot. Nou, dat is eigenlijk voor heel veel dingen belangrijk, behalve bij beleggen. Want daar wil je juist niet de focus leggen op 1 aandeel bijvoorbeeld, maar juist spreiding toepassen. Want om nou al je geld in 1 aandeel, in 1 bedrijf te steken, dan is de kans dat het daar misschien misgaat niet zo heel groot. Maar als het misgaat, dan is het risico heel groot, want dan ben je misschien wel al je geld in 1 keer kwijt. En daarom wil je dus je vermogen eigenlijk spreiden over verschillende manieren. Dit kan zijn geografisch, dus verschillende landen, verschillende sectoren en uiteindelijk ook verschillende bedrijven binnen een sector of een land. En je wilt dus spreiding toepassen op je vermogen, maar is het ook mogelijk om juist te veel spreiding toe te passen? Nou, eind vorig jaar was dan Michael Burry die daarover begon, eigenlijk met een ETF-bubbel waar hij het over had. Michael Burry is degene waar ook de film The Big Short op is gebaseerd. Hij zag in de jaren voor de vorige crisis dat de huizenmarkt eigenlijk een bubbel was. En hij zegt nu dat eigenlijk hetzelfde gebeurt een beetje met ETF's. Ik heb een paar maanden geleden al een video gemaakt over of er een ETF-bubbel is. Die kun je hierboven kijken en de link naar deze video vind je trouwens onder deze video ook terug. Er zijn eigenlijk 3 onderwerpen die belangrijk hierbij zijn. Ten eerste vindt Michael Burry dat heel veel mensen een ETF kopen zonder eigenlijk te onderzoeken wat er in die ETF zit. Welke sectoren, welke bedrijven dat zijn. In de vorige video waar ik eigenlijk VWRL uitgebreid besprak, heb ik dat ook even laten zien van welke bedrijven erin zitten. Alleen aangezien dat meer dan 3000 bedrijven zijn, heb ik toen gezegd, het is misschien niet logisch dat je al die bedrijven gaat controleren om te zien welke er eigenlijk in zitten. Daar kreeg ik toen ook commentaar op, want aan de ene kant hebben ze natuurlijk een punt. Je wilt natuurlijk precies weten wat er in die ETF zit. Maar ik denk bedrijven die heel erg klein zijn binnen deze ETF, die je waarschijnlijk toch niet kent, dan is het vaak lastig om al die bedrijven individueel te onderzoeken. Zeker wanneer het om zo'n grote aantallen gaat. Dus waar ik dan vooral de focus op zou leggen is de landen en de sectoren die erin vertegenwoordigd zijn. En juist de grootste posities, om dat uit te zoeken welke bedrijven dat zijn. Maar indirect beleg je dus eigenlijk in bedrijven waar je misschien niet in wilt beleggen, waarin je niet weet dat je erin belegt, omdat alles via deze ETF loopt. Dat wil ook zeggen vaak dat bedrijven die in een bepaalde ETF vallen, omdat ze in een bepaalde beurs zitten, bijvoorbeeld de S&P 500, als jij behoort tot de 500 grootste bedrijven van Amerika, dan kom je in bijna alle ETF's die natuurlijk op deze index gebaseerd zijn. Nou, daardoor komt er een enorme vraag naar het aandeel, want al deze fondsen, al deze ETF's moeten dat aandeel van dat bedrijf kopen omdat het eenmaal op die beurs staat. En juist omdat er dan in één keer zo'n grote vraag komt, kan het zomaar zijn dat het aandeel eigenlijk heel erg hoog gewaardeerd is, misschien wel overgewaardeerd is, omdat eigenlijk elk fonds dit aandeel moet kopen omdat het binnen hun ETF valt. En daar staat dan weer tegenover dat bedrijven die buiten ETF vallen vaak stuk minder interessant zijn. Tenminste, misschien ook wel zelfs ondergewaardeerd zijn. Nou, dat komt omdat eigenlijk al het grote geld, en vooral van veel kleine beleggers, het makkelijke geld in ETF's naar juist die grootste bedrijven gaan, waardoor juist die kleine bedrijven dit geld allemaal mislopen en dus ook niet zoveel kunnen profiteren. En misschien leuk om de komende tijd in de gaten te houden, wanneer Tesla met hun tweede kwartaal van 2020 positief uitkomt, winst maakt in dat kwartaal, dan zullen ze waarschijnlijk opgenomen worden in de S&P 500, de 500 grootste bedrijven van Amerika. En dat betekent dus ook dat elke ETF die deze beurs volgt, Tesla zal moeten gaan kopen. Nou, is misschien Tesla niet het aandeel wat jij wilt kopen, maar het is waarschijnlijk dus wel interessant dat wanneer dit gebeurt, ga eens kijken welke effecten het heeft. Hoe reageert een aandeel Tesla op eigenlijk het
toetreden tot de S&P 500, omdat juist heel veel vraag zal komen naar deze aandelen, omdat alle grote fondsen ter wereld dit aandeel zullen moeten gaan kopen. Maar zeker nu we ook weer in een crisis zitten, denk ik ook wel eens af en toe van, heb ik misschien wel te veel spreiding, niet met mijn losse aandelen, maar eigenlijk ook wel een beetje met de ETF's die ik heb bijvoorbeeld. Juist door deze crisis gaan er weer heel veel dingen veranderen, ook veranderen voor de lange termijn. We zien dat veel meer mensen thuis gaan werken. Misschien blijven we wel thuis werken. Misschien gaan we meer thuis werken. Dat heeft natuurlijk impact op ons werk, op ons gedrag, hoe we naar het werk gaan. Maar we gaan ook veel meer online winkelen. Dat zagen we nu ook. Mensen die dat voorheen al deden, die doen dat nu nog meer. Mensen die dat in het verleden niet deden, die worden nu eigenlijk gedwongen om het te doen, omdat een tijdje winkels gesloten zijn gebleven. Die hebben inmiddels kennis gemaakt met online winkelen. Dus het zal zomaar kunnen zijn, of het is waarschijnlijk ook zo, dat dat in een stroomversnelling komt eigenlijk. En ik denk dat alleen deze twee veranderingen al heel veel impact gaan hebben op heel veel verschillende soorten bedrijven. En ook omdat ik ETF's heb, waarschijnlijk op bedrijven die ik indirect eigenlijk in bezit heb, waar ik eigenlijk dus niet per se in geloof. En dat kan best wel impact hebben. En kun je je eigenlijk dus afvragen van, heb ik misschien te veel spreiding? Het eerste voorbeeld is dan bijvoorbeeld autofabrikanten. En dat is eigenlijk een gehele sector waar het over gaat. En vroeger was het dan zo dat je eigenlijk van elke grote autofabrikant wat aandelen wilde hebben. Dan had je op die manier spreiding binnen deze sector. Want de autofabrikanten die hadden elk jaar groei, maakten ze mee. Tenminste, de totaal aantal verkochte auto's nam elk jaar toe. Dus de markt groeide. En misschien waren er dan wel twee autofabrikanten die dat jaar verlies maakten. Maar dat werd gecompenseerd door al die andere aandelen die je had en bedrijven die het wel goed deden. Nu zien we echter een transitie eigenlijk naar elektrisch rijden. Nou, dat was de laatste jaren al, was al aan de gang. Nu wordt dat een beetje in stroomversnelling gedaan door juist subsidies van overheden. Die willen natuurlijk elektrisch rijden, omdat dat schoner of zuiniger is, promoten. Dus juist die sector wordt eigenlijk een beetje gesubsidieerd. Maar wat we de laatste jaren ook al zagen, is dat eigenlijk de markt voor autoverkopen juist krimpt. Ja, zeker nu met corona neemt dat heel erg hard af, het aantal verkopen. Maar de laatste jaren nam elk jaar eigenlijk al een beetje te maken. Maar hadden we met een krimp. Ieder jaar werden er iets minder nieuwe auto's verkocht. En waar we vroeger zagen dat een paar autofabrikanten verlies leden, is het nu zo dat er maar gewoon een paar autofabrikanten winst maken, al die andere autofabrikanten verlies leiden. Misschien ook wel omdat ze flink moeten investeren om die transitie te maken naar elektrische voertuigen. Maar dit is dus zo'n sector waarin ik denk dat het verstandiger is, juist omdat die zoveel verandert en omdat heel veel grote autofabrikanten te laat zijn begonnen met verandering, dat ze niet echt kunnen profiteren van deze toekomst, dat dit juist zo'n sector is waar het juist verstandig is om een paar bedrijven uit te kiezen waar je in gelooft en dus niet via een ETF op een of andere manier ook al die andere bedrijven te hebben. En voor mij is dat natuurlijk Tesla, daar heb ik 30 aandelen in. Een andere bedrijf waar ik wel in geloof is Volkswagen, maar denk ook zeker aan techbedrijven zoals Apple of Google. En voordat we verder gaan met het volgende voorbeeld wil ik je vragen, vind je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog, dan weet ik welke video's jullie leuk vinden, kan ik meer van dit soort video's maken en je helpt natuurlijk het YouTube kanaal daarmee. En mocht je nog meer video's willen zien, maar ben je nog geen lid van het kanaal, klik dan hieronder op abonneren, klik op het belicoontje om altijd weer een melding te krijgen. Ook ben ik trouwens bezig samen met Tim met een online training, een videocursus met meer dan 50 video's, meer dan 6 uur beeldmateriaal, waarin we alles eigenlijk uitleggen voor de beginnende belegger. Dus mocht je daar interesse in hebben, binnenkort komt die beschikbaar. En over de prijs, welke datum en wat er allemaal in zit, daar komt nog later meer informatie over. Maar als je even gaat naar passiefinkomen.nl/beleggerstraining, kun je daar je e-mailadres achterlaten. En zodra ik meer informatie heb, zal ik je een mailtje sturen. En de mensen die op die lijst staan, op die e-maillijst staan, die zal ik zeker ook in het begin een aparte aanbieding sturen, zodat je voordelig kunt beginnen aan deze training. Maar laten we nu een tweede voorbeeld bekijken. En dat is vastgoed eigenlijk. En ook weer een specifieke sector. Eerder dit jaar had ik nog een REIT, dus eigenlijk een ETF gericht op vastgoed. Dat was de Global Real Estate van Eck, maar die heb ik dus al eerder verkocht. De reden daarvoor was eigenlijk dat het geografisch qua spreiding wel goed zat. Alleen juist de sectoren voor mij een probleem zorgden. Want waar ik niet meer in geloofde, dat was winkelvastgoed. In dit voorbeeld dan retail. En inmiddels via de coronacrisis eigenlijk ook wel met kantoren. Ik denk dat daar ook veel gaat veranderen. Dat er veel minder kantoorruimte nodig is. En juist waar ik wel in geloof, dat waren woningen, residential hierin genoemd, distributiecentra en zorgvastgoed. Omdat de drie sectoren waar ik wel in geloofde niet zo'n heel groot gedeelte hiervan uitmaakten. En juist dus ook een groot gedeelte dingen uitmaakte waar ik niet meer per se in geloofde, heb ik toen deze REIT verkocht en juist losse aandelen gekocht. Ik heb bijvoorbeeld Adifica voor het zorgvastgoed, Prologis voor de distributiecentra. En wat betreft woningen, ik ben eigenlijk op zoek naar iets van Nederlandse of Duitse woningen. Maar daar heb ik helaas nog niks voor kunnen vinden. Maar vastgoed is dus zo'n belegging waarin ik eigenlijk
keuzes heb gemaakt. Niet meer de volledige spreiding wil, maar wel spreiding over eigenlijk 3 sectoren. Maar wel sectoren waar ik zelf in geloof. En als laatste voorbeeld heb ik dan VWRL. Zoals gezegd, een ETF met meer dan 3400 bedrijven inmiddels. Wereldwijde spreiding. Alleen nu met het coronavirus maakt die wereldwijde spreiding op zich niet zo heel veel uit. Want ieder land wordt hierdoor getroffen. Meestal is het wel zo dat een bepaalde crisis misschien op een bepaalde sector of continent zit. Maar nu is het natuurlijk over de hele wereld verspreid. Maar het heeft natuurlijk wel impact op bepaalde sectoren. Sommige sectoren doen het heel erg goed. De techsector profiteert bijvoorbeeld van deze crisis. Maar ook heel veel sectoren zullen misschien wel blijvend veranderen vanwege deze crisis. En dan is het dus nog maar de vraag of ik daar eigenlijk in wil investeren. En niet alleen door deze crisis. Misschien zaten er ook wel sectoren in waar ik al niet in wilde investeren. Dit kan bijvoorbeeld zijn vanwege wapens, tabak, olie en gas of banken, dat zijn voor mij niet de interessante sectoren waar ik ook wil investeren, ook al wordt er rendement gemaakt. Ik wil dat niet helpen, ik geloof er misschien ook niet in. En natuurlijk heb je met een ETF te maken ook altijd met bedrijven die je niet kent. En zeker met VWRL, met meer dan 3400 aandelen. Je weet niet van elk bedrijf alles af, je kent heel veel bedrijven ook niet. Gaan we zeker naar de laatste pagina's van die 228 pagina's met bedrijven kijken. Dan zien we bijvoorbeeld een positie van 8600 aandelen voor in totaal €751 van het bedrijf UAM Sunrise. Ik ken dat bedrijf niet, het is geen grote positie, maar indirect investeer ik er wel in. Dus aan de ene kant kies ik voor VWRL, juist vanwege die grote spreiding en hoef ik misschien ook niet alle bedrijven te kennen. Maar het is wel interessant om te weten waarin je investeert. Liefst de sectoren, maar eigenlijk wil je ook alle bedrijven kennen. Maar dat zal waarschijnlijk niet lukken met meer dan 3000 aandelen. Dus is eigenlijk de vraag van, heb ik misschien wel te veel spreiding? En daarmee komen we eigenlijk bij de afsluiting of de conclusie van deze video dat spreiding, zoals gezegd, heel erg belangrijk is. Dit is belangrijk spreiding binnen aandelen, maar ook met andere beleggingsproducten die je hebt in je vermogen, zeg maar. Dit kan bijvoorbeeld spaargeld zijn, obligaties, vastgoed. Zorg ook dat je tussen deze onderdelen goede spreiding hebt. En ik denk nog steeds wat betreft aandelen dat ETF's heel erg aantrekkelijk zijn. Zeker voor beginnende beleggers of mensen die weinig tijd hebben. Want door middel van een ETF kun je natuurlijk heel veel spreiding krijgen tegen lage kosten. En het is ook heel erg makkelijk, want met één aandeel heb je al grote spreiding. Maar ben je nou iets meer gevorderd of heb je meer tijd, dan is het misschien wel interessant om ook zelf voor spreiding te gaan zorgen. Misschien wel naast een ETF. Dit kun je bijvoorbeeld doen door maximaal 20 aandelen te kopen. Dat je sectoren kiest en daar het beste bedrijf uit kiest. En van elk van deze aandelen doe je dan uiteindelijk 5% van je portefeuille. Zo heb je eigenlijk toch 20 bedrijven waar je grote spreiding hebt. Maar je kunt van al deze 20 bedrijven waarschijnlijk wel het nieuws volgen. Want het is wel belangrijk dat je alles weet over deze aandelen. Het kost natuurlijk wel extra tijd. Want ten eerste moet je alles uit gaan zoeken. Wat zijn nou die beste bedrijven waar ik in wil investeren? En vervolgens wil je het nieuws ook bijhouden van deze bedrijven. Om te beslissen van, is het nog steeds het beste bedrijf wat bij mij past? Wat bij mijn visie past? En mogelijk kun je op deze manier ook een hoger rendement maken. Waarschijnlijk op de korte termijn is dat logisch dat je een hoger rendement maakt. Maar naarmate je langer belegt in dezelfde bedrijven, zal je toch richting het gemiddelde gaan van bijvoorbeeld een ETF. Dus is het waarschijnlijk ook interessant, maar dat kost ook weer tijd om af en toe een bedrijf te verkopen en daar een nieuw bedrijf voor te kopen. Maar dat zijn dus gedachten die ik heb. Aan de ene kant wil ik spreiding hebben met een heel brede ETF. Aan de andere kant denk ik, misschien heb ik wel te veel spreiding binnen deze ETF. Natuurlijk heb ik ook losse aandelen, dus ik doe al een beetje van beide. Maar ik ben ook erg benieuwd hoe jullie daarover denken. Hoe denken jullie na over spreiding? En is het mogelijk misschien om te veel spreiding te hebben? Of hoe heb jij op dit moment je spreiding eigenlijk toegepast? Laat dat weten in de reacties onder deze video. En daarmee zijn we weer aan het einde gekomen van deze video. Vond je dit nou een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Dan weet ik welke onderwerpen jullie leuk en interessant vinden. Kan ik daar meer video's over maken? En je helpt het YouTube-kanaal op deze manier er ook mee. Zoals gezegd ben ik ook bezig met Tim aan de laatste hand te leggen eigenlijk aan onze beleggerstraining die binnenkort online komt. Alles eigenlijk wat je moet weten om te beginnen met beleggen. En wil je meer informatie daarover? Een passiefinkomen.nl/beleggerstraining. En wil je meer video's zien, maar ben je nog geen lid van het kanaal? Ik maak elke week 2 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Klik hieronder de video op abonneren. Klik op het belicoontje daarnaast om altijd weer een melding te krijgen. En dan hoop ik jou graag bij de volgende video weer te zien.